Verslaggever Ronald Streeter is bij het Radverlegstadion in Breda. Ronald, hoe groot is die crisis bij NAC nu? Nou, het seizoen is nog jong, maar de crisis is al behoorlijk. Al weken, misschien wel maanden, is er kritiek op het met name spelersbeleid van NAC. Ja, gisteren kwam het tot een hoogtepunt. De spelersbus werd opgewacht bij het trainingscomplex in Zundert. Supporters met vuurwerk en een hoop noten op hun zang. En die hielden daar een actie. Een actie die toch wel wat impact heeft gehad bij NAC. Er zitten een aantal jongens bij die uit de eigen jeugdopleiding komen. Die misschien wel de verhalen gehoord hebben. En die het nu een keer meemaken. Je komt in Zundert aan de smalle weg natuurlijk. Donker. Ja, en dan kan dat intimiderend zijn. Het opwachten van de spelersbus. Helpt dat, denk je? Ja, of het helpt. Kijk, wij moeten gewoon nou één zijn. De supporters steunen ons altijd. Gisteren ook weer een volle uitvak. Dus daar ligt het niet aan. Dus het ligt nu echt aan de spelersgroep die je terecht moet zetten. Ja, Ronald, een sportieve crisis bij een voetbalclub, dat betekent meestal dat de positie van de trainer ter discussie komt. Is dat nu ook het geval? Nee, dat is niet het geval. Want alle pijlen zijn eigenlijk gericht op de technisch directeur van NAC, Hans Smulders. Ja, want die stelt natuurlijk de spelersgroep samen. En daar is erg veel kritiek op. Het is een beetje vreemd eigenlijk dus wat hier aan de hand is bij NAC. Want ja, normaal gesproken, een technisch directeur die neemt het dan op voor zijn trainer. Maar in dit geval is het de trainer die het opneemt voor de technisch directeur. De visie die je een aantal jaren geleden gestart bent, die gooi je dan bij het minst of geringst overboord. Nou, daarom zeg ik, lost het wat op? Ik denk het niet. En voor de rest is het aan mij en de spelers om daar zo snel mogelijk een draai aan te geven. Ik vind niet dat wij een selectie hebben wat de meeste mensen zeggen, dat we er niet in horen of wat dan ook. Of dat we niet goed genoeg zijn voor de Eredivisie. Dat vind ik veel te makkelijk excuus. Wat denk jij, Ronald? Waait deze crisis bij NAC snel over? Nou, ik ben bang voor niet, want ik denk wel dat er te weinig kwaliteit zit op dit moment in de selectie. Nou goed, aanstaande donderdag komen de aandeelhouders bij elkaar van NAC. Dat zouden ze al doen hoor, dat is een periodieke samenkomst eigenlijk. Maar het kan nu wel eens een crisisberaad worden natuurlijk. En waarschijnlijk, of hoogstwaarschijnlijk, zal ook Hans Smulders, de technische directeur, ter sprake komen daar. En de vraag is of ze bij NAC weer iemand gaan ontslaan. Want dat doet zoals ze vaak gedaan, hè, de laatste jaren eigenlijk. Maar goed, zaterdag, om het even over sportieve te hebben, speelt NAC tegen PSV. Thuis, ja, de koploper. Gaat dat goed komen? De grap gaat hier al rond van dat NAC-supporters maar een telraampje mee moeten nemen voor de Eindhovense goals.